Oudenbosch, bij velen bekend vanwege zijn basiliek midden in het dorp. Maar naast de indrukwekkende koepelkerk heeft ook Oudenbosch een bedrijventerrein. Dat ligt aan de Industrieweg. Het is vrijdagavond, 13 december, tegen 5:30. Voor de meeste mensen is het weekend net begonnen. Ook de medewerkers van een bedrijf in poedercoatings zijn al naar huis. Op één na, zij is vandaag de laatste. Ze ruimt nog snel wat spulletjes op, voordat ook voor haar het weekend kan beginnen. Ze is niet meteen verbaasd als er iemand na sluitingstijd aanbelt. Het gebeurt wel vaker dat iemand nog snel even iets wil afgeven. Eerst is ze nog overrompeld door de overvaller. Als ze een pistool ziet, zakt ze van angst door haar knieën. Ze voelt de koude loop van de pistool tegen haar hoofd drukken. Dan hoort ze een tweede overvaller die, terwijl ze op de grond gedrukt wordt, op zoek gaat naar geld. Ah, er is geen geld! Waar is het? Alleen dat ik het heb! Hou je mond! Ah, hou! Hij heeft een sluittocht gevonden en probeert de kluis te openen. De vrouw houdt het bijna niet meer van angst en van pijn. En het duurt lang, heel lang. Waar is het geld? Er is alleen wat in die la. Al die tijd heeft de vrouw gedacht dat ze haar dood zouden schieten. En dan zijn ze uiteindelijk toch weg. De twee overvallers waren bijna drie kwartier binnen. En een groot gedeelte van de tijd had de vrouw een knie in haar gezicht en een pistool op haar hoofd. Dus ik hoef niemand uit te leggen dat we deze daders snel moeten vinden. Ze staan op bewakingsbeelden, al zijn die niet van hele goede kwaliteit. Op de beelden is te zien dat er een auto aankomt, waar twee mannen uitstappen die vervolgens naar het pand lopen. En dan duurt het drie kwartier voordat ze weer in beeld verschijnen. Teruglopen naar de auto en weer wegrijden. Een van de twee heeft de vrouw redelijk goed in zich op kunnen nemen. Een lange man van ongeveer 1,90 meter met een fors postuur en een bol gezicht. Hij was getint, mogelijk van Antilliaanse afkomst. Die bewakingsbeelden kunnen al een link zijn in de richting van de daders. Maar er zijn meer aanknopingspunten. Want ze hebben in hun haast dit doosje achtergelaten en misschien zegt iemand dat iets. De vrouw heeft niet alleen een van de overvallers gezien, maar ze heeft ze ook weg horen rijden met piepende banden. En dat ging in de richting van de Molenstraat. Het is niet ondenkbaar dat ze zo snel mogelijk weg wilden komen, weg uit Oudenbosch. De snelste manier zou zijn via de Molenstraat en via Bossenhoofd zit je dan zo op de A58. Waren ze met z'n tweeën of waren er toch meer? Is er iemand die daar iets van gezien heeft of is er iemand die heeft gezien in wat voor auto ze weggereden zijn? En ze kunnen hier natuurlijk ook voor de overval al hebben rondgereden. Als er iemand is die zich iets herinnert dat met deze overval te maken kan hebben op die vrijdagmiddag 13 december vorig jaar, dan horen we dat natuurlijk heel graag. Elk beetje informatie is welkom. Elke kleine tip kan de politie zomaar op het goede spoor zetten. Herinnert u zich iets van die vrijdag 13 december? Heeft u in de buurt van de Industrieweg iets gezien? U kunt gratis met de tiplijn bellen op 0800 60 70. En als u liever uw naam niet zegt, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Rechtstreeks bellen met het team Nationale Criminele Inlichtingen, dat mag ook. Bel dan 079 345 8999.